Lieve mensen, ik ga een boodschap voor jezelf doen. Ik heb drie keuzes. Dit is begeleiding van de bronkaarten. Die ga ik dan even opzoeken. Misschien dat ik er nog één trek. Misschien nog twee per dingetje. Ja. Het eerste wat je kan kiezen is deze. Piramide. Er staat ook Egypte op. En zo'n, ja, ik weet niet hoe zo'n beest heet, maar een vaste naam. En de beer, het is een echt van metaal. En ja, een vogel, een jonge vogel. Wat voor vogel, weet ik niet eigenlijk. Misschien ijsvogelachtig. Koekeboeroe misschien ook. Maar goed, zometeen gaan we beginnen met de piramide. Tot zometeen. Ik kreeg niet te liken, hè, deze... Deze reading. Met abonneren. Jullie hebben deze. Ik ga er nog eentje doen. Nou, ja, jullie houden het bij blauw. Blauw of paarsig. 40 en 34. 34 en 40. Ik ga eerst 34 kijken. Bespiegelingen. Er ligt een diepe schoonheid in alle ervaringen in ons leven. Ook ben je soms verdrietig en down. De bron herinnert je aan dat dit iets is wat kan bijdragen tot je groei en je evolutie. Als ziel en als menselijk wezen. Er wordt zorgzaam over je gewaakt op dit moment. Wees niet bang voor de duisternis. Vergeet niet dat er geen licht kan zijn zonder duisternis. Dit is een moment voor stille reflectie en onderzoek. Daardoor zul je licht meer ontdekken en zul je weten wat er moet veranderen om een nog oprechtere leven te leiden. En dan hebben we 40. Dus deze kaart dan. Om. Dus even kijken, de betekenis van deze kaart is tweevoudig. Op de eerste plaats is de oproep om meer tijd te besteden aan meditatie en gebed. Energetisch is het noodzakelijk dat je tijd vrijmaakt om alleen te zijn met jezelf van binnen. Door meditatie kom je in diepere contact met je hogere zelf en met je gidsen. Energetisch is dit voor jou een van levensbelang. Op de tweede plaats roept deze kaartje op om je te focussen op het belang van je stem. Je mond open doen om je keelchakra te openen. Het is belangrijk om je nu verbaal te uiten door te zingen, te bidden of te spreken. Oké, dus je moet praten. Meer praten. Goed, dat was de eerste groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, tweede groep met dit biertje. Als de kaart, zo, die vliegt eruit zeg. Nou, dezelfde als van de kaft. Volgens mij, ja. Nummer 44. Misschien zie je vaak 44. En ik voel deze ook. En 15. Mooi groen. Goed, kijken bij 44. Een heel laatste kaart ook nog. Aardeengel. Oh, je bent een echte aardeengel. Het is tijd om de mooie ziel die je bent te erkennen en te honoreren. Als we eenmaal geïncarneerd zijn, vergeten we vaak wie en wat we in werkelijkheid zijn. Het is nu het moment om je dat weer te herinneren. Claim je vleugels in de wetenschap dat je echt verschil maakt in de levens van mensen die je tegenkomt. Er zijn heel veel liefdevolle wezens en engelen die je ondersteunen op je weg. Voel je veilig en durf het pad te volgen waar je naartoe wordt geleid, wat dat pad ook is. Je bent er klaar voor om je vleugels uit te spreiden en te vliegen. Ik ben ook een aardeengel, is me ooit verteld. Dus, nou, ik zal best wel meer aardeengel hier zijn op aarde. Drakengids is deze, die groene. Draak is hier om te helpen voor je eigen waarheid op te komen. Andere mensen hebben misschien een duidelijke mening over wat je zou moeten doen. Of hoe je
het zou moeten doen. Of ze bemoeien zich ermee dat waar ze dat niet zouden moeten doen. Dus ze bemoeien zich waarschijnlijk met jouw zaken. En dat mag niet. Draak, kom hier om je te helpen je stevig in de schoenen te blijven staan over wat het beste en het juiste vindt. Ook al moet je soms vechten om jouw dingen door te krijgen, maak je geen zorgen, het komt goed. Draak zal je helpen om je eigen kracht te claimen en ook je recht om je leven te leven op de manier die jij het beste vindt. En niet wat andere mensen het beste vinden, hè? Dat heel veel mensen passen zich eigen aan, hè? En dat, ja, in dit geval is dat niet de bedoeling. Dus je bent een aardeengel en je hebt een uniek pad waarschijnlijk. En dat mag je zelf lopen en mensen hebben daar niet eigenlijk niks over te zeggen. Dat weet je zelf innerlijk wel van waar je naartoe wil. Hè? Goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, het vogeltje. Welkom. Kijk ik welke kaart er voor jullie uitkomt. Nummer 14. En wat nog meer? Deze. Nummer 9. Ik ga even kijken wat erbij staat. Nummer 14. Dankbaarheid. Oké. Dankbaarheid is een krachtige energie die hoofd en hart kan openen voor de vele zegeningen die ons gegeven zijn. Neem elke dag een moment om uit de grond van je hart je dankbaarheid te uiten voor alles wat je hebt en je wordt gegeven. Wees je bewust van alle goede dingen die in je leven komen. Stuur je liefde naar alle mensen van wie je houdt en die je dierbaar zijn. Zoals je zult ervaren is je erkenning van de goddelijke stroom die je steunt en je alles geeft wat je nodig hebt. Een sterke bron van energie. Zo zul je jouw eigen heldere licht worden, ook in donkere tijden. Je mag lekker stralen in, ook al is het donker, is het een beetje moeilijk. En de 9 is beloning. We zijn gelanceerd. Bloed. Dat gaat snel. Zowel energetisch als fysiek staat alles klaar voor het van de grond komen van jouw wereld. Houd je stevig vast. Al je harde werken gaan nu vruchten afwerpen. Waar je op dit moment nog mee bezig bent, er gaat veel beweging komen. De dingen komen in een stroomversnelling. Er komen goede dingen aan en dit is voor jou het juiste moment om daarvan te genieten. Je hebt je huiswerk gemaakt en nu is het tijd om te oosten. Gefeliciteerd. Wauw, hartstikke mooi. Ja, jonge vogel, nieuw begin zou je dan denken, hè? Dus, goed, dat was het voor deze keer. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!